Hoi allemaal, fijn dat je weer eventjes kijkt. Het is inmiddels volop zomer en ik heb voor vandaag een aantal kaartendecks geselecteerd. En ik ga een mooie zomerreading voor jullie doen. Nou, als je dat nog niet hebt gedaan, je kon dit namelijk ook al eerder doorgeven op mijn pagina van Vrouwenverbinding op Facebook. Maar als je dat nog niet hebt gedaan, dan kan je voor jezelf eventjes een thema formuleren waar je graag deze zomer ja, wat meer in wil verdiepen, wat meer rust in wil krijgen of mooie stappen in wil zetten. Tuurlijk is de zomer ook een hele mooie tijd om eens even afstand van dingen te nemen. En tegelijkertijd op het moment dat je afstand neemt van bijvoorbeeld werk, dat je wat vaker buiten de deur bent, misschien wel op vakantie bent, veel meer in je tuin zit of lekker aan het wandelen bent buiten, waar dan ook, is het ook fijn om eens te kunnen reflecteren. Reflecteren over hoe je na de zomervakantie of na de zomer weer verder wilt gaan. Nou, dus daarom is het wel fijn en belangrijk ook dat je even een thema formuleert. Dan komen de antwoorden ook altijd veel intenser bij je binnen. Dan snap je ook eerder waarom een kaart naar voren komt bij jouw thema. Nou, het eerste kaartendek wat ik ga gebruiken is de stem van Moeder Aarde. Dit is een zelfgemaakt kaartendek samen met Greet Keulemans. Alle kaartendeks die ik trouwens vanavond gebruik zijn bij mij te verkrijgen via gerda-duin.nl. Dit is dus een eigen kaartendek. Dus de stem van Moeder Aarde is het eerste kaartendek waar ik een mooie boodschap voor ga vragen. Deze steek eruit. En dan komt naar voren kaart nummer 4. Bewandel je pad in vertrouwen. Zo, hier gaat even een vliegtuig voorbij. Ik weet niet of jullie dat horen. Bewandel je pad in vertrouwen, nummer 4. Dit is een heel mooi uitgebreid kaartendek overigens. Het is een dik boekwerk van 230 bladzijden. En in het boek staan ook nog foto's. Foto's van mooie ritueeltjes. Deze hoort bij nummer 4. Hier is het herfst en liggen er allemaal bladeren op een mooie balk. Bewandel je pad in vertrouwen. Blijf altijd trouw aan je eigen hart. En leven spreekt jouw waarheid. Dat kan betekenen dat je soms alleen op pad gaat. Echter, door jezelf te verloochenen, zal je innerlijke kracht gaan doven. Hierdoor vlak je af en verdwijnt vitaliteit en levensvreugde. Blijf trouw aan wie je werkelijk bent. En bewandel je pad in vertrouwen. Op die manier ontdek je gaandeweg waar jouw werkelijke kracht ligt en zal je zielspad zich openbaren. Alles zal zich ontvouwen in afstemming met jouw unieke ritme en je zult op je pad mensen ontmoeten die een waardevolle bijdrage leveren aan jouw zielspad. Vertrouw daarop en durf uniek te zijn. Je voegt daarmee echt iets moois en waardevols toe. Nou, er staat er nog een gedicht in, dat sla ik dan nu even over. Anders wordt het wat uitgebreid. En er hoort nog een affirmatie bij. Ik bewandel mijn pad in vertrouwen en kom bij mijn kern. Nou, voor het tweede kaartendek ga ik naar een heel mooi kaartendek van Alana Fairchild. Hou van je innerlijke godin. Zoals ik al zei, ook dit kaartendek is bij mij verkrijgbaar. Maar dit is dus een kaartendek van Alana. Het zijn kaarten om je goddelijke, vrouwelijke spirit te laten ontwaken. Nou, er is er één uitgevallen op tafel. En dat is kaart 20. Durf te dromen. Ook een prachtige kaart. Dit is zo'n leuk, vrolijk kaartendek. Ik ben er altijd gek van. En ook op de kaarten zelf staan altijd nog boodschappen. Change the way you see, not the way you look. Durf te dromen, 20. Het zijn ook uitgebreide boodschappen. En ik ga er een stukje uit halen. Hier zat het in 3 delen. Ik ga de spirituele leiding van deze kaart met jullie delen. De wereld heeft behoefte aan dromers om hem mooier te maken en om de waarde opnieuw te bepalen. We hebben dappere zielen nodig om onze culturele waarde weer wakker te schudden, zodat we ophouden met onszelf en anderen pijn te doen. Je kunt besluiten wat schoonheid, succes en eerbied echt voor jou betekenen.
Dan krijg je weer controle en ontkracht je het kwaad dat anderen verspreiden. Volgens de verwachtingen van andere leven, die je niet kennen en niets om je geven, die niet verstandig zijn en alleen voor hun eigen belang opkomen, is geen recept voor geluk of vervulling. Je durft te dromen en je hebt liefdevolle fantasieën. Je kunt je verre horizonnen en een echt mooiere wereld voorstellen. Jij hebt het bewustzijn en de kracht om nee te zeggen tegen onvriendelijkheid, onwaarheid, onwaarheden en mensen die dom doen. Ja. Dit kaartendek is vertaald uit het Engels. En dan zijn woorden soms wel een beetje korter door de bocht. Je mag in je leven uitnodigen wat van waarde is voor jouw ziel. Wees zoals je zegt, je eigen goddelijke durf al. Hallo wereld, je kunt kiezen wat je wilt, maar je kiest niet voor mij. Ik kies voor mezelf, hartelijk dank. Geef je dromen een stem. Vertel het universum iedere dag jouw visie van een geheelde wereld. Spreek alsof het al bewaarheid is. Gebruik positieve, krachtige woorden om je mooiste dromen te laten horen. En geef deze nooit op, net zo min als jezelf of de wereld. Jouw visie op wat mogelijk is, is het helend medicijn voor onze toekomstige wereld en de weg naar jouw geluk. Nou, de essentie is dus, durf te dromen en blijf trouw aan jezelf. Nou, voor tweede kaartendek ga ik naar Modderoets. Niet vallen. Dat is een eigen kaartendek weer. Samen met Hanna Smidder Kalova gemaakt. Ook 44 prachtige kaarten en teksten. En het woord motherhood zou kunnen denken dat het alleen voor moeders is. Nee, zeker niet. Want alle mensen op de hele wereld gemeen hebben. Iedereen heeft een moeder. En iedereen stamt af van een moederlijn. En dit kaartendek gaat over collectieve heling, over je roots, over verbinding met het vrouwelijke, wat ook in iedere man zit. En het is echt een essentieel basiskaartendek. Het gaat over hele systemische thema's, familiedynamieken. Over je basis, zou je kunnen zeggen. En ik ben benieuwd welk thema er dit keer naar voren mag komen. Ik wacht altijd tot een kaart zich duidelijk laat zien. En dat is deze. Boekje pakken. Ook een heel mooi boekwerk. Ook dik. Echt de moeite waard hoor. Is niet zomaar een kaartendek. Alleen het boekje is al 220 bladzijden. Maar goed, de kaart. Oh, dat is wel bijzonder. Want deze kaart is mij vanmorgen al heel erg opgevallen. Toen dacht ik, hé, dat is zo'n bijzondere boodschap. En nu komt die weer naar voren. 42, welkom. Ja, daar kan ik niet zomaar een klein stukje uit voorlezen. Maar, nou, ik ga toch... Ik wil je welkom heten. Welkom met alles wat jou jezelf maakt en wat jou heeft gevormd. Ik heet je onzekerheid welkom en ook je zelfvertrouwen. Ik maak met liefde ruimte voor je zorgen en je verdriet. Ik kijk naar je en zie dat het leven niet altijd makkelijk voor je is geweest. En ik verwelkom je littekens, je tranen en je opgelopen deuken. Ik ben zo blij dat je gekomen bent en jezelf voorzichtig laat zien. Je bent prachtig met je mooie glimlach, je rimpeltjes en je kleine imperfecties die jou zo uniek maken. Ik verwelkom ook de oordelen van je lichaam. Ik zie dat je steeds meer van jezelf begint te houden. En ik zie in hetzelfde moment ook dat je niet met alles van jezelf tevreden bent. De onzekerheid die je daardoor uitstraalt maakt je menselijk en mooi. Ik verwelkom je reserves, omdat ik weet dat je eerder gekwetst bent geweest. Met liefde en zachtheid nodig ik je uit in het veld van vertrouwen, acceptatie en verbinding. Ik wil je ontzettend graag welkom heten. En je zonder woorden vertellen dat je goed bent zoals je bent. Ik heet je frustraties, je boosheid en je niet geuite woede welkom.
Je mag het allemaal voelen en je mag het ook uiten. Want alles wat je tot nog toe hebt binnengehouden, legt een sluier over je mooie hart en je prachtige ziel. Weet dat jouw pijn, je verdriet en je zorgen onderdeel zijn van iets veel groters. Weet dat je niet alleen bent en hier niet alleen in staat. Ik heet je welkom in deze nieuwe zienswijze en in het veld van toenemend bewustzijn. Ik heet je welkom om je bij mij welkom te voelen. Ik doe dit in de wetenschap dat ik op een ander moment in mijn leven ook welkom ben geheten in deze zee van liefde. Op het moment dat ik worstelde met mijn zelfbeeld, waardoor ik het moeilijk vond om mijn authentieke zijn te zijn, te ervaren en niet wist hoe en welke plek ik in kon nemen. Ik heet je zo welkom met je unieke uitstraling, je humor, je stiltes en soms rake woorden. Ik verwelkom je trots, je passie, je vrouwelijkheid en de godin in jou. Ik zie dat je steeds meer thuis komt en dat naarmate de tijd voortschrijdt, jij jezelf steeds meer welkom gaat voelen bij jezelf en in je fysieke huis. Ik verwelkom je beperkingen, je onvermogen en je angsten. Net zolang tot je voelt dat er geen druk meer van buitenaf is. Ik verwelkom ook je kracht, je innerlijke licht en je gedrevenheid om iets bij te dragen aan het grotere geheel. Weet dat ook je verwarring en je zorgen over de wereld, die voortdurend veranderen, welkom zijn. Ook heet ik je vragen welkom. Je vragen over wat jouw unieke bijdrage in deze wereld kan zijn. Ik verwelkom je eenvoudige daden van medemenselijkheid, hetgeen eigenlijk grootse daden zijn. Ik verwelkom ook de 7 mijlstappen die je maakt op het moment dat je jezelf echt welkom gaat heten. Ik heet alles van jou welkom, in het diepe weten dat ik daarmee mezelf ook de ruimte geef om welkom te worden geheten. Door jou en niet in het minst door mezelf. We zijn hier op aarde doordat we ook welkom zijn geheten. We zijn onderdeel van een grote kringloop. Alles is bijzonder en niets is zomaar ontstaan. Ik heet jou en mezelf het wonder van ons bestaan welkom. Nou, het gaat dus over alles van jezelf accepteren en welkom heten. Is een hele krachtige boodschap dit hoor. En neem dat maar eens mee de zomer in. Of je werkelijk alles van jezelf er kunt laten zijn. Ik ga verder met het lichtziende tarot. Is niet een eigen kaartendek. Geen eigen kaartendek. Het is gemaakt door Chris Arne. Het is ook bij mij verkrijgbaar op gerda-duim.nl. Ik werk ook graag met dit kaartendek. Het is afgeleid van de tarot. Het is ook een dikke stapel kaarten. En ik vind ook de illustraties heel mooi. En de koningin van bekers is eruit gevallen. De bekers staan ook voor de emoties, voor de gevoelens. Even kijken hoor, waar ze staan. Koningin van de bekers, ja. De lichtzijde van deze kaart. Het gaat over extreem intuïtief zijn. Een hoge mate van emotionele intelligentie. Liefde en compassie. Sensitiviteit. Kracht. Empathie. Leiding geven met je hart. En helen. Nou, ik wou het bij die kernwoorden graag houden. En er hoort ook nog een mooie affirmatie bij. En de affirmatie is: mijn intuïtieve hart geeft openlijk uiting aan diepe liefde. Dus deze kaart gaat over intuïtiviteit. Een hoge mate van emotionele intelligentie. Liefde en compassie. Sensitiviteit. Kracht. Empathie. Leiding geven met je hart. Helen. Mooi. De laatste kaart voor deze zomerreading komt ook uit een eigen kaartendek. Dit heb ik samen met Anita Duin gemaakt. Zij heeft de illustraties gemaakt. Echt een fleurig kaartendek. Is ook een geweldig, leuk, mooi, krachtig kaartendek. Het meest vrolijke kaartendek qua kleuren en uitstraling. Dit is dan nog alleen de achterkant. Dit zijn de voorkanten. Echt heel kleurrijk. En sta nog even stil bij je intentie, bij je thema. Dit kaartendek heeft mooie
bondige, korte bondige teksten. Maar die gaan wel naar je essentie. En deze schiet eruit. En dan krijgen we de eenhoorn uit Avalon. Dus een unicorn, een eenhoorn uit Avalon. En Avalon is het mystieke gebied, zichtbaar vanuit de toren in Glastonbury. Nou, ik zeg zichtbaar. Het is voor een aantal mensen soms in de mist zichtbaar. En dat is een hele speciale, mystieke wereld. En deze prachtige witte eenhoorn is in energie bij je gekomen. Je wordt overvallen door haar zuiverheid en schoonheid. En als een magneet word je aangetrokken tot de ogen van de eenhoorn die jou diep en onafgebroken aankijken. In haar ogen zie je de reflectie van de waarheid over jezelf en je weet dat het klopt. De eenhoorn vertelt je dat je de godin in jezelf naar buiten mag laten komen en dat er een hoger plan in je leven aan het ontvouwen is. Dit is een plan waarvan je niet voor mogelijk had gehouden dat het werkelijkheid zou kunnen worden. De eenhoorn nodigt je uit om in energie met haar af te reizen naar Avalon, als voorproefje van de spirituele reizen die jij nog gaat maken in de toekomst. Ze doet dit om je meer te leren over de aarde, de natuur, de dieren, het veerijk en de oude rituelen van onze voorouders. Ze wil dat je dit vervolgens ook deelt met andere mensen als onderdeel van jouw zielsmissie. De eenhoorn brengt je de belofte van een mooi pad welke zich voor jou ontvouwt, stap voor stap. Nou, daar mag je dan in de zomertijd eens over nadenken, hè? Over welk pad dat voor jou zou kunnen zijn. Dat geldt eigenlijk voor alle kaarten. En ik vind het heel mooi, nu ik weer naar de eerste kaart kijk. We sluiten af met het pad wat voor jou in vertrouwen zal ontvouwen. En we zijn er ook mee begonnen. Bewandel je pad in vertrouwen. Uit de stem van Moeder Aarde. Uit hou van je innerlijke godin, durf te dromen. Uit modderhoed, welkom. Alles welkom heten. Ook delen van jezelf die je minder makkelijk vindt. De koningin van bekers, die aangeeft dat je heel emotioneel intelligent bent en dat je intuïtie naar voren mag komen. En de eenhoorn uit Avalon, die voorspelt mooie spirituele reizen. Dat kunnen ook reizen door jezelf heen zijn. En een mooi pad wat zich voor jou aan het ontvouwen is. Nou, ik hoop dat jullie hier wat uit kunnen halen. Ik vind het heel erg leuk als je even wilt reageren. Bijvoorbeeld onder dit YouTube filmpje of op Facebook waar je deze film aantreft. Of op Instagram. Maar laat even van je horen. En nou, ik heb dit heel graag weer voor jullie gedaan. En ik wens je een hele mooie zomertijd en dat betekent niet dat ik weken uit de lucht ga, maar mochten we elkaar even wat minder tegenkomen op sociale media. Ik wens je een hele mooie zomertijd toe. Nou, graag tot de volgende keer. Doeg!